Wie herinnert zich nog het plan om een gat te maken in de visbrug met een trap naar het water? Het idee ligt nog steeds op tafel. Vandaag heeft de gemeente er twee nieuwe aan toegevoegd: handhaven van de huidige brug en de trap achter de lumpia kraam aanpassen, en zo'n beetje hetzelfde idee, maar dan met een brede nieuwe trap achter de lumpia kraam. Die kraam lijkt overigens niet meer te hoeven verdwijnen. In alle drie de varianten is er nu ruimte, misschien moet de kraam iets veranderen. De twee nieuwe plannen zijn overgebleven van een veel grotere stapel die het gevolg was van discussies en ontwerpavonden. De gemeenteraad moet een keuze maken, maar Dortanaren mogen binnenkort een voorkeur doorgeven. Welk plan ook wordt uitgevoerd, er komt sowieso nieuwe bestrating en verlichting.